We zijn hier bij de kunstmarkt, eigenlijk de eerste kunstmarkt weer sinds tijden in Kampen. We hebben dit georganiseerd vanuit de Kunstbrug. En we gaan dit eigenlijk proberen, hopen, laat ik het zo zeggen, dit in lengte van jaren nog te kunnen organiseren. Vandaag kunnen mensen kennis maken met acrylverf. En ook al kunnen ze niet tekenen of schilderen, ze kunnen fantastische producten maken. En dan met je niet schrijfhand pak je het doek vast. Ja? Dan hou ik het bakje vast. Ja, dan duw je hem erin. Alle kanten en dan halen maar erop. Ja, doe maar. Ja. En dan kun je hem ook nog een beetje draaien. Kijk, het wauw-effect, dan zijn we lekker bezig. Leuk hoor. Heel leuk. Ik schilder, ik teken, bezig met pastelkrijt uit liefde voor de kunst. Deze tekening is gemaakt van houtskool. Titel Land van de Reuzen. Het is van aquarel gemaakt. Het leven, verleiding, liefde, dood. Ik ben Astrid Spang. Ik maak schilderijen vanuit mijn gevoel. Soms realistisch en soms is het abstract. Ik hou me bezig met het handboek binden. En ik ben dus hier in Kampen. En we hebben binnenkort een extra uitgave van Kampen Grappen uit 1924. En dat is een herdruk. En dat komt ten goede aan het grafisch atelier Kampen. Het is een handgebonden exemplaar. En hij is vanaf half september te koop. Ik ben van het grafisch atelier. En we zitten hier al 35 jaar in Kampen. En ik ga mensen laten zien wat er kan en wat je kunt maken. En aan mijn beeld zien? Ja. Ik ben van Atelier Zus of Zo en wij maken tassen van oude de waartenten. Hergebruikt materiaal dus. Dit gedicht heb ik zelf geschreven en erop gedrukt. Ik hou ontzettend van blauw en werk vooral met grafische technieken zoals zeefdruk, droge naald, ets, linosneden. En mijn thema's zijn levenspaden, levenslagen en verder alles wat in me opkomt. Ik maak kunst om te dragen van wol, vilt, zijde en linnen. En ik geef er ook workshops en lessen in. En tevens bied ik dagbesteding aan kunstenaars. Ik maak werk met het thema The Road, The Weed, The Stones, het pad, het onkruid, het steen, over de man met de gitaar die onderweg is. Ik maak keramiek, vooral geïnspireerd op het landschap van Denemarken waar ik geboren ben. Ik verkoop weefsels uit Peru, die ik zelf meegenomen heb uit de bergen van Peru. Een deel van de opbrengst gaat terug naar de mensen in de bergen van Peru. Ik ben Anne en
en ik maak beeld van dingen die ik mooi vind en die mijzelf en hopelijk andere mensen blij maken. Werken met steen is luisteren naar de steen, zodat je eruit kunt halen wat erin zit. Kom op, team. Welkom bij mijn kraam op de Kunstmarkt van Kampen, waar ik ook weer ben met mijn paardjes en deze keer ook nog wat andere dingen. Dus ik heb ook vogeltjes en haasjes erbij deze keer. Hoi, ik maak glazen en houten sieraden. Een mooie uit de hand gelopen hobby. Hi, ik doe het intuïtieve schilderen. Dat vind ik gewoon heel erg fijn. Het geeft me enorm veel voldoening om mijn gevoel, wat uit mezelf komt, om dat in kleur neer te zetten. Daar ben ik het meeste mee bezig. Ik heb nu afdrukken gemaakt van mijn schilderijen met kleine blokjes hout. Ik ben Aukes. Ik maak neo-jugend en ik hou van de kleur blauw. Het was een mooie dag, veel publiek, mooie reacties, leuke reacties, veel enthousiaste deelnemers. Het was geweldig.